stevige wassen zaten. Alles wat uit de zee komt is goed, zei jij. Kijk je wel niks meer. Worden niet gekookt. We zijn hier dus weer in Korea. We eten vandaag zee-ananas. In het Engels noemen ze het wel sea squirt, omdat er water uit spuit. Nou, je hebt net gezien hoe die mevrouw het heeft schoongemaakt. En er wordt rauw opgegeten, dus samen met Stefan kunnen we eens kijken hoe dat smaakt. Met wat scherpe saus, nou, dan is alles goed weg te krijgen. Nou, heel erg vet. Ja. Ik zou het voor willen zeggen. Een beetje zout. Alsof je de zee in je mond stopt. Ja. Maar zeker niet vies. Goed binnenhouden.